En dan, als je uitgaat, dan achter elk voedselpakket ook weer een gezin zit vaak. Dan hebben we bijna 200 mensen die we elke week voorzien van gezond voedsel. Hallo, ik ben Marjan. Welkom bij Cineac Noord. Het eerste item gaat over het tekort aan voedsel bij de voedselbanken. We zijn hier zo in de parochie van pastoor Rob. Lezen. We hebben hier zo kunnen lezen van een voedselbank Rotterdam operatie Sluitpost. Van waar de naam Sluitpost? Actie Sluitpost, dat is een actie omdat de voedselpakketten van de voedselbank steeds schaarser worden, ongezonder. We zagen heel veel chips erin zitten, sauzen, ongezond eten. Pakketten waren ook half vol, pakketten waar mensen eigenlijk geen week meer konden doen. Toen hebben we gedacht van... Wij gaan als gezamenlijke kerken hier in Noord de pakketten weer aanvullen op een gezonde manier. Dus dat hebben we gevraagd aan de kerkgangers de afgelopen 2 maanden. Als de ene kerk nu peen en uien meebrengt en de andere kerk de aardappels en die doet de appels en die doet de bloemkool. Dat verzamelen we hier allemaal in de kerk en dan wordt het verdeeld over 2 uitdeelposten in het oude Noorden. Lisplijnkerk, kerkgemeente van de Samaritaan. En hier de katholieke kerk, die verdelen samen het, alles wat binnengebracht wordt. En daar kunnen we 100 voedselpakketten mee vullen. En dan, als je uitgaat, dan achter elk voedselpakket ook weer een gezin zit vaak. Dan hebben we bijna 200 mensen die we elke week voorzien van gezond voedsel. Wat merken we? Die sluitpost wordt steeds kleiner. Zelfs zo klein, dat er nog ineens meer ruimte is voor de gewone dingen te kopen. De tandpasta, het verse fruit, het gezonde eten. Dus de sluitpost is een naam waar zegt van ja, we hebben geen geld meer om de eindjes aan elkaar te knopen. De vraag is namelijk van, zijn er mensen die er echt open voor staan, mensen van de week die zeggen van ja, we willen het wel. Ja, ja, wat je ziet is wat mij verrast heeft... Nou, niet verbaasd. Ik had erop gehoopt dat het zou gebeuren. Die kerkgangers brengen het elke week mee. In mijn eigen parochie, penen en uien moeten ze meebrengen. En elke week zie ik mensen met penen en uien naar de kerk komen. En ik zie ook dat wijkbewoners hier bij de deur aanbellen. Van hier heeft u nog wat van ons. En we hebben een groenteman in de wijk, hier in de Zwart-Janstraat. En die... Wat we tekort kopen, kopen we hem. En Rinus die staat daar bij zijn kraam in de hoek Zwart-Jansstraat, Jacob Katstraat. En die levert al het fruit zonder er 1 cent aan te verdienen. En ik zag net een bonnetje van, ach die bloemkolen die ik erbij doe, die zijn gratis. Dus het is niet alleen een actie van de kerken, ja, maar ook van de wijk. En wij willen gaan proberen om de wijk de komende maanden er meer bij te betrekken. Dus eigenlijk geeft u een signaal door aan, dus, aan de gemeente Rotterdam dat er een verroedering en verarming in onze samenleving langzaam de kop op doet. Ja, ja, ik denk dat de gemeente Rotterdam zich daar echt van bewust is. De gemeente Rotterdam zit ook met zijn handen in het haar met al die bezuinigingen. De vraag is, wie moet het oplossen? Nou ja, dat zijn allemaal grote vragen. Wat wij kunnen doen is... proberen met elkaar onze verantwoordelijkheid te nemen. En ook, nou, en dat mag je van ons verwachten, want wij zijn christen. Wij leven vanuit een overtuiging dat we graag willen delen ten gunste van de mensen die het minder hebben. Maar mag iedere geloofsovertuiging hier aan meedoen? Iedereen mag eraan meedoen. Het gaat niet om of je gelovig bent of niet gelovig. Het gaat erom dat mensen goed te eten moeten hebben. Voldoende. En gezond. Nou, dat gaat dwars door alle grenzen heen. Dat heeft niks met gelovig te maken of niet gelovig.
Mensen moeten hebben gewoon... Er is soms honger in de wijk. Voelt de parochie, de kerk zich geroepen hiervoor? Ja, dat is een goede vraag. Daar kan ik een heel groot verhaal vertellen. Ik zal het kort vertellen. Wij worden opgeroepen als christenen om, zoals wij dat noemen, werken van barmhartigheid te doen. Die staan in het evangelie van Matthäus. Daarin roept Jezus Christus onszelf op om de hongerigen te voeden. Net zoals de zieken te bezoeken. En de vreemdeling gastvrij op te nemen in ons huis. Aandacht te hebben voor mensen die het minder hebben. Het staat in de Bijbel en het is een hele concrete vertaling van wat Jezus Christus ons iedere week, iedere zondag zegt in zijn boodschap. Nou, zo eenvoudig is het. En als andere mensen dat doen zonder de inspiratie, prima, des te beter. Ik denk dat iedere mens hier in deze stad geroepen is om de ander te helpen, bij te staan. We gaan een actie starten. We gaan flyeren, we gaan posters ophangen bij de winkels, bij Bas van der Heijden, bij Ooghoek Optiek, hier in de wijk, waarin we de mensen vragen, breng dinsdagochtend, iedere dinsdagochtend is het mogelijk, tussen 10 en 11 uur staan de garagedeuren van onze kerk, tussen het Jan van der Ploeghuis en de Hildegardeskerk, staan wagenwijd open om mooie bloemkolen in ontvangst te nemen, gezond fruit, goede kroppen sla en alles wat de mensen binnenbrengen, dat wordt verdeeld over de gezinnen die afhankelijk zijn van de voedselbank. En als dat zou lukken, nou dan ben ik een heel gelukkig mens. Nieuwe onthullingen van kunstwerken op de kindvriendelijke route. Vandaag is de opening van de muur bij en de leeuwenharpen. Er staan hier drie mensen voor me. Peter van Lieshout van de Havensteder, Lorraine de kunstenares en Anna heeft haar geholpen. Oké, wat is zo belangrijk aan de onthulling van deze kunstwerken? Nou ja, het belangrijke is natuurlijk dat het gewoon... Ja, het is weer een stap in het kindvriendelijke maken van de wijk. En we vinden dat hartstikke belangrijk, want er wonen heel veel kinderen in het Oude Noorden. En het is ook het is gewoon goed als zij een leuke woonomgeving hebben. Zeker als ze daar zelf in bijgedragen hebben, dan worden ze trots op de wijk. En hebben ze naar de zin en als het leuk is, dan blijven ze er misschien ook nog wonen. En dan krijgen ze binding met de wijk en wij denken dat dat alleen maar goed is. Dat zijn in ieder geval de kinderen van het plein en dan de kinderen van combinatie 7. Ja, Lisa. Lisa. Rasima. En Farah. Dus dat zijn de kinderen die eraan meegewerkt hebben en ook hartstikke bedankt. Natuurlijk ook de mensen van de deelgemeente bedankt. Mijn collega's van Havensteden die ook heel hard eraan gewerkt hebben, bedankt. En we gaan nog veel leuke dingen doen in het noorden. Allemaal heel erg bedankt. Zullen we de... Hartstikke mooi. En we gaan nog een paar handelingen verrichten. Voor mij ook nog een beetje een verrassing. Deel 1. Maar ik loop gewoon achter jou aan. En daar hebben we heel erg hard geklapt, getrommeld. En die nog niet. Kom later. Sabine van het kinderpark. Yeah! Woe! Applaus! Woe!
Gaan rechtdoor lopen. Kom jongens, hierheen. Kom jongens, kom, kom. We gaan naar het Klimopplein. Naar het Klimopplein. Volgt u maar. Een prachtige piste staat klaar. Hoe gaat het, kindvriendelijke wijn? Ja, met de kindvriendelijke wijk gaat het goed. We zijn heel erg, erg goed op weg met het veiliger maken van de routes, met het aanbrengen van kunstwerken. We gaan binnenkort nog flink wat terreinen, entrees van binnenterreinen, gaan we zorgen dat die goed verlicht worden, dat die ook groener worden. We gaan samen met de bewoners ook zorgen dat er langs de route, de kindvriendelijke route, allemaal geveltuinen komen, dus dat het er nog groener uit gaat zien. Dus er gaan een hoop tijd en energie in zitten, maar langzaam maar zeker wordt het ook gewoon steeds mooier. Kunstenares met de kinderen samen die kunstwerpen gemaakt. Hoe is dat in zijn werk gegaan? Nou, we hadden 7 lessen ongeveer en Kinderparadijs die had kinderen geworven en ik heb samen met Anna, assistenten, hebben wij eerst tekeningen gemaakt. Vanuit de tekeningen een soort schetsontwerp naar het hout toe, want de objecten zijn van hout gemaakt. En die hebben ze dan weer in kleur omgezet, dat schetsontwerp. En uiteindelijk hebben we dus die houten ontwerpen geschilderd in die kleuren. Dus dat is helemaal vanuit het kind zelf ontstaan. En hoe ging dat samenwerken met de kinderen? Ja, dat ging heel erg goed. De kinderen hebben heel erg hun best gedaan om een heel bijzonder ontwerp te maken. En daarbij hebben ze ook heel erg hard samengewerkt en heel erg in concentratie gewerkt eraan. Dus ze hebben het heel goed gedaan. Bij Shoplang kun je tijdens het winkelen in de supermarkt een andere taal leren. Wij staan hier bij een geweldig feest in de Albert Heijn, op het Oudokerplein. Of bij de Albert Heijn. En hier is een Sloveens feest aan de gang. En degene die dat heeft georganiseerd, die staat hier naast mij. Hoe heet u? Mijn naam is Svetlana Raskov van bureau Pressureline. Een bureau voor creatieve communicatie zijn we. En we zijn partners in een Europees project. De bedoeling is dat we veel Europese talen promoten. Door middel van taalspelletjes, feesten. Dit is onze derde taal. We hebben nu Portugees en Pools. En nu doen we Sloveens. En er komt nog Roemeens over een paar weken. Maar vandaag zijn we heel blij met de Sloveense ambassade. Ze hebben dit allemaal voor ons geregeld. Het is gewoon fantastisch. Ik sta hier met de ambassadeur van Slovenië en ik ben zeker wel blij met dit feest. It's a very very nice occasion. We have the European project. We are talking about the Slovenian language. At the same time, we also have a group of Slovenian students who happen to be here on an expert trip, and they brought with them the accordion, the traditional Slovenian instrument, and we're playing some traditional Slovenian music. So it's a wonderful initiative, and I'm very happy to be here. Thank you.
wilden leren. En we hadden altijd hulp van leraren, die native speakers, die Pools, Portugees spreken. En we hebben altijd promotiebrochures, want de bedoeling is dat mensen die aan het winkelen zijn, iets over de taal, de cultuur van een Europees land leren. En het programma heet Lang Leven Leren. Dat betekent dat je nooit oud bent om te leren. En een taal leren is altijd leuk. Voor vakantie, voor om te koken bijvoorbeeld. We hebben ook kookboeken. Dus mensen vinden het leuk. En kunt u mij ook iets vertellen over die figuur die daar danst? Heeft hij een naam? This is a very popular Slovenian carnival costume. It's called Kurent. But the funny thing about it is that it was actually made by a Dutch student with no Slovenian connection. She studies at the university in The Hague. And she's studying fashion design. And for one of her essays, she designed these costumes. And she's now designing a serial of modern, contemporary clothing inspired by the figure of Kurent. Dus er komt ook een fashion show met dit materiaal? I hope so. I hope she will make that. Yes, I hope so. Yeah. En heb je al wat geleerd van die woordjes? Nou, ik moet nog eerst even leren hoor. Even kijken wat ik hier heb. Pivo. Meso. Mlieko. Olive. Chessen. Krompier. Jajka. Voda. En kroeg. Dat is de belangrijkste. Voor de nachtbrakers was op 28 april de Nacht van Noord. I feel free, don't stop. Everybody let your body rock. Feel free, don't stop. Wat gebeurt er vanavond, vannacht, morgenochtend? Ja, precies. Het duurt van 8 tot 8. Dus het is echt een 12 uurs programma. En in die 12 uur, op dit moment zijn de mensen op pad door de wijk, door Noord. Om in groepen naar optredens te kijken. Optredens van muzikanten die hier in Noord wonen, werken. Maar ook mensen die Noord een warm hart toedragen. Als we weer terugkomen, dan is hier verder een programma in het centrale punt. Dat is een nachtbioscoop. Cine Noord, nieuwe naam voor de kloosterbioscoop. Die heeft hier 12 uur filmprogrammering. We hebben een cafeïnebar om wakker te blijven. We hebben midgetjoelen om leuk te spelen. Trouwens sowieso een speltafel en Suske en Wiske stripboeken. We hebben de Green Guerrilla. Dat is een actie om met heel veel groen een soort onthulling te doen morgenochtend. Er is een hostel waar je kan slapen als je het echt niet meer trekt. En natuurlijk het soeplab. Dat is van Cateringa. En die hebben hele bijzondere soepjes gemaakt op basis van geuren. En om 12 uur gaat dat open en kunnen mensen even een versterkertje nemen en lekker soepje eten. We zijn bij het hostel Annie en Aki. Tijdens de nacht in Noord laten we een klein stukje van ons concept zien.
Eigenlijk hebben we hier een landschap gemaakt met allemaal bedjes. En voor vandaag mogen wij een dagje bestaan. We willen eigenlijk een echt hostel gaan maken in Rotterdam, omdat er nog zo weinig is. Maar dat duurt nog altijd eventjes. Dan willen we eigenlijk met een tijdelijk concept door de stad reizen. You just left the hey, yeah. And now I miss you already. Dancer, oh yeah, yeah. Don't you know that? I'm in love with you. Bij de soepjes? Ja, soepjes, onder andere. We zijn bezig met voorbereidingen nog. De soepen die komen pas over een uurtje of drie. Om 12 uur, ja. Ik heb begrepen hele bijzondere ingrediënten. Mensen kunnen ruiken aan onze sferen. En zij mogen 1 of 2 van die sferen uitzoeken. Zij geven die namen aan ons. En wij maken daar een soepje mee. En daar hebben wij heel veel verschillende ingrediënten bij verzameld. Leg uit. Nou ja, we hebben per geur zijn er natuurlijk allerlei verschillende ingrediënten en toppings te verzinnen die daar lekker bij zijn. Dus als je een soepje van ver weg neemt, dan krijg je daar een sambal gember topping bij. En dan gooien we daar een mengseltje in. En daardoor krijg je ineens een soepje wat een beetje exotisch is. En anders, als je zee kiest, dan gooi je er wat vis in en krijg je er wat zeekraal bovenop. En dat gaan we allemaal combineren met elkaar. Dus het wordt voor ons ook een beetje een verrassing hoe het gaat lopen eigenlijk. Als we nou vanavond die zon vangen, die zonnestralen laten we niet gaan. We gaan ze koesteren. We gaan ze dichtbij ons dragen. Om jou heen. Siniak Noord was bij Blijdorp 010 empowered. Vandaag zijn wij in de Berg Singelkerk. Er is een bijeenkomst van Blijdorp 010 empowered. Zij geven vanavond een energieavond vol inspiratie en informatie over duurzaamheid. Zonnepanelen, energiebesparing. En het is bedoeld voor huiseigenaren in de wijk, Blijdorp en Liskwartier. Wat is de bedoeling van vanavond, Arjan? De bedoeling van vanavond is kijken hoeveel energie in de buurt er is. Oftewel hoeveel bewoners er interesse hebben in energie besparen, energie opwekken en hoe we die kennis kunnen delen met elkaar. Ja, en dan mag iedereen meedoen. Ja, iedereen kan in principe. Het is een gratis evenement. We hebben dat in samenspraak met de deelgemeente georganiseerd. Noord-Holland is ook een heel groen gebied. Dus heel veel biomassa, heel veel wind en heel veel zon. En toch loopt Noord-Holland helemaal niet voorop op het gebied van duurzame energie. En het laatste aspect is. Dat groene, als je mensen interviewt in Noord-Holland en je hebt het over landbouw, dan zien ze daar helemaal een toekomstperspectief in. Het is gewoon geen issue. Het is wel een groen schiereiland, maar niemand doet er wat mee. Tuin achter de duin, een ander toekomstperspectief wat we hiervoor hebben, is een perspectief dat oude achterland van Amsterdam
weer Amsterdam gaat voeden. Empowerment staat eigenlijk voor eigen kracht. En eigen kracht staat symbool voor je eigen leven naar eigen inzicht inrichten. Maar ook je eigen energie opwekken, je eigen voedsel verbouwen. Het kan samen ook eigen kracht uit de buurt halen. Dus gezamenlijk dingen doen. Gezamenlijk voor elkaar. Ik kom zelf uit Brabant. Daar wonen mensen. Daar kent eigenlijk iedereen in het dorp elkaar. Hier ken je soms je buren niet eens. Die zeg je amper gedag. Dan loop je eigenlijk een beetje schichtig voorbij. Dat is eigenlijk wat ik een beetje probeer te. Naast de duurzaamheid in energievraagstukken heb je ook sociale duurzaamheid. En die wil ik ook proberen aan te bakken. De opkomst, ben je tevreden? Dat is boven verwachting eigenlijk wel. Ja, we hebben, ja, de zaal kan 240 mensen of zo bevatten, maar ik denk dat we 50, 60 mensen hebben. Dat was het voor deze week. Als u een filmpje wilt terugkijken, ga dan naar www.cineartnoord.tv, naar YouTube, Facebook of Twitter. Heeft u zelf een filmpje gemaakt dat u aan de kijkers wilt laten zien, dan kunt u dat uploaden op www.rotterdamnoord.tv. Tot volgende week!